Ja, nee, in die stand van 90 graden weer. Nou, wat wilde ik? Ik wilde daar. Ik wilde daar. En ik wilde hier nog een klein beetje onder. Want ik zou deze, en dan heb ik zoiets van, kan ik deze ook gelijk eventjes een klein beetje geven wat hij nodig heeft. Daar maken we het ringetje. Dat lijkt wel zo. Ja. Hier ga ik er gewoon vaak even bij staan. Want ik kan beter zien wat ik doe. En tijdens het uitharden pak ik die kopjes dan beter. Want als ik aan het modelleren ben en kopjes. En ik moet iets moois maken hier aan de voorkant. Dan wordt het wel heel ingewikkeld allemaal. Kom ik aan de voorkant een beetje te kort. Dan gaan we gewoon. Ja, kan je er gewoon wat opplakken eigenlijk? Nou nee, weet je, wat ik dan doe, dat is dan ga ik van hier naar daar. Dan kan je helemaal uitleven met het geknutsel. En dan ga ik daar naartoe. En dat dan aardig in de richting. Hier wil ik hem dan ietsje hoger hebben. Dus haal ik het daar vandaan. Nou, ik denk dat het aardig. Heb je dan wel genoeg druk om daar een strekker van te maken? Jawel hoor. Kijk maar eens op die plaatjes tot hoever die strekkertjes doorlopen. Ja. Om dit niet op te vullen. Deze ruimte. Nee, die neiging heb ik ook om daar wat op te leggen. Ja, maar ja, hij wordt gauw zo groot dan, hè? Ja. Ja. Dat zie je vaak op die plaatjes wel, hè? Als je kijkt in de ja, kan er nooit lekker in de schoen zitten, denk ik dan. Sommige, maar dat zijn echt niet het is ook niet te maken bonken die ze dan krijgen ja, onder de voet. Bonken, ja. Ja, echt bonken. Ja. En dan denk je van... Oh.